Hallo allemaal, mijn naam is Marius Lomies. Ik ben een student athlete in Creighton University. Het is een universiteit hier in Omaha, Nebraska, in de Verenigde Staten. Ik ben hier de speler van het voetbalteam. Ik heb een scholarship gekregen om hier mijn studie, mijn master te volgen en ook voor het team, het voetbalteam te spelen. En Voor Van de Bollenstreek heeft mij gevraagd om een kijkje te geven in mijn leven hier, hoe het er allemaal aan toe gaat. Vanavond spelen we een wedstrijd tegen DePaul University uit Chicago. Daar speelt onder andere ex-VVSB-speler Stijn van der Slot. Dus vandaag zal ik jullie meenemen op campus hoe de voorbereiding naartoe gaat. Allereerst, dit is mijn kamer. Ik heb hier wat Premier League op de vroege morgen, is niet verkeerd. Vrije tijd speel ik een beetje pingpong, lees ik een boek, pingel ik een beetje op de gitaar. Wat snacks. En dan heb je badkamer, woonkamer. Ja, de dikke warme jas is uit de kast getrokken, want het is nu min 2 graden, als ik het goed heb. Het is tot lange tijd in oktober nog warm geweest, maar het seizoen is nu echt veranderd. Om een indruk te geven, dit is mijn campus. Dit is het appartement waar ik woon. Het complex. We lopen nu naar de Starbucks. Je hebt hier een Starbucks op campus. Om even een koffietje drinken en wat ontbijten. Je hebt hier een hele mooie kerk. Creighton is een jezuïtische universiteit. Zo, ontbijt zit erop. Ik neem jullie nu mee naar het stadion. Hier gebeurt het vanavond. Mooi uitzicht op de skyline van Oma. Het zijn de sportgebouwen. Hier zijn alle faciliteiten voor de sporters. Ja, vandaag is een rustig dagje. Zo op de wedstrijddag. Later vanmiddag hebben we een pre-game dinner, zoals ze dat noemen. Gaan we wat eten met het team voor de wedstrijd. Dus dan zal ik jullie wat meer laten zien van de kleedkamer en het team. En hoe we zo de wedstrijd ingaan. Well, I don't expect to... Opstelling van vandaag. Zie je de kleedkamer. Eigen lakker. Zijn nu onderweg. Pre-game dinner. Dus even een hapje eten. Pre-game dinner. Pasta. Kip. Pesto. Beetje salade. Heel Amerikaans dit. Elke hoek van de kamer en de tv. Dit is de workout gedeelte. Hey, those quads are looking pretty good. Want to have a new strength coach. Snacks. Got a few. Your body. Okay, that's what we do for the wedstrijd. Haal je de zogeheten cold up, kopje onder. Ah. Nice.